Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag werd bekendgemaakt dat de VVD zich meer wil gaan richten op koopwoningen in de stad. Daarnaast wil de gemeente dat mensen in de bijstand terug de maatschappij ingaan. Dat door middel van vrijwilligerswerk of iets dergelijks. Wat vindt Breda hiervan? Wij vragen het de Bredaarnaars. Moeten gaan werken. Ze kunnen ook vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld. En gelijke tijd in de bijstand. Als ze wat mankeren, dan zeg ik van nee. Ja, je hebt sommige mensen die echt niet kunnen werken. Maar diegene die kunnen werken, mag voor mij gerust mee gaan werken. Mensen die mee moeten werken, nou, als ze nuttig kunnen zijn, dan lijkt me dat een goed plan. En voor u? Ja, hetzelfde. Ja, ik heb er niet eigenlijk zoveel over te vertellen. Nou, in mijn omgeving komt er niet zo heel veel voor dat mensen dat niet doen. Dat ze niet willen gaan werken of zo. De meeste mensen die ik ken, die zouden best graag aan het werk willen. Maar ja, het valt niet mee om aan het werk te komen. En zeker niet als je wat langer in de bijstand zit. Ja, ik twijfel er eigenlijk over. Ik denk dat er best wel mensen zijn die proberen om... Te makkelijk. Ja, absoluut. Ja, ik vind dat mensen als ze kunnen en gezond zijn, gewoon lekker mee moeten werken. Want vanuit werk kom je ook weer naar werk. Dus ik denk dat het goed is. Zeker. Al is het maar vrijwilligerswerk of in ieder geval een steentje bijdragen voor er wel iets voor doen.